Zie, het is vandaag een hele mooie dag, want je hebt nieuws. Ja, ik heb mijn contract verlengd. Dus ja, ik ben blij. Nu een nieuwe begin voor 3 jaar. Dus ik ben helemaal trots. Gefeliciteerd daarmee met je contractverlenging van 3 jaar. Wat betekent dit voor jou? Voor mij is vertrouwen van de club, van de staf, van de coaches, van ook mijn teamgenoot. Ja, ik ben blij, ik ben trots en ik hoop dat we kunnen verder gaan. Je contract liep aan het eind van dit seizoen af. Wanneer gaf de club aan dat ze met jou door wilden? De eerste gesprek was in december. Toen kwam die coronatijd, was een beetje moeilijk. Maar in de voorbereiding was de tweede gesprek en dan we zijn verder gegaan. En dan voor 3 jaar? Daar springt natuurlijk heel veel vertrouwen en waardering uit. Ja, is veel vertrouwen. Ik denk is een mooie stap voor mij, ook voor stabiliteit. Ik ben blij om hier te zijn. Het is nu mijn 4e seizoen. Dus voor mij is een mooie stap. Je zit hier al 3 jaar. Kan je beschrijven wat de afgelopen periode allemaal gebeurd is? Veel momenten. Ik denk het beste moment was sowieso die promoveren wedstrijd. Die promotie was een gekke wedstrijd, een mooi moment voor iedereen. Maar ik heb ook een paar mooie momenten, sowieso mijn debuut gemaakt tegen Jong AZ. En ook die wedstrijd in beker tegen PSV daar. Dus ik heb veel mooie momenten gehad hier. Dus ik hoop dat we gaan nog mooie momenten hebben. Denk je vaak terug aan zulke mooie momenten? Jawel. Soms kijk ik de video, een paar foto's ook. En ik ben eigenlijk in een droom, dus ik probeer te genieten van. Sinds je overstap naar RKC ging het natuurlijk heel snel. Je maakt al snel je debuut tegen Jong AZ en niet voor later werd je opgeroepen voor de Comoren. Moest je toen af en toe in jezelf knijpen dat dan wel echt was? Ja, ging erg snel. Ik had het niet verwacht. Ik denk die nationaal ploeg kwam sowieso eindelijk als je speelt in betaalde voetbal. Maar ging erg snel van mij, van amateur naar prof. Dus ik had het niet verwacht, maar ik ben echt blij. En hoe is dat om te spelen voor je land? Is totaal anders, is een andere shirt. We spelen soms in de moeilijke veld en zo. Maar ik ben altijd blij als ik moet daar gaan. Ik hoop dat ik graag nog meer wedstrijden heb. En ik probeer altijd te genieten als ik ben opgegroeid met de nationale ploeg. Je moet er wel lang voor reizen. Jawel, is altijd bijna één dag. Maar als je daar komt, is het helemaal feest voor 1 week. Dus je vergeet wat er gebeurt in de vliegtuig. Dus. Is helemaal mooi. Het ging niet altijd zo voorspoedig met je carrière. Jawel. Ik heb ook een moeilijke moment gehad. Maar zo is het leven en zo is het in voetbal. Soms is het goed en soms leuk niet. Je moet alleen mentaal sterk zijn en doorgaan. Toen je bij Bonchamp speelde op amateurbasis, had je toen nog het idee dat je uiteindelijk zou slagen in profvoetbal? Jawel, voor mij was alleen een stap. Maar die moment was moeilijk, want ik moest werken. Maar was zoals ik zeg, een stap. Dus ik geloof in mijn kwaliteit, dus ik wist dat op één moment ik kunnen naar betaalde voetbal gaan. Als ik het goed heb, werkte je toen als conciërge op een school? Ja, het was best wel leuk. Door die periode ik ben sterk geworden, als een man ook. Het was leuk met kinderen, dus nu ik ken ook die andere kant van het leven. Dus ik probeer te genieten elke dag om hier te zijn, want ik denk we zijn gelukkig om profvoetballer te zijn. Heeft dat er ook mede voor gezorgd? Tot de persoon en voetballer die je vandaag de dag bent? Jawel, want het is een ander leven. Je moet werken, je moet veel andere dingen doen. Dus sowieso, je gaat sterker worden, mentaal, fysiek. En voor mij was ook een belangrijk moment. En nu, ik profiteer elke dag op veld, ook met de teamgenoot. Alles wat ik kan doen hier op de club. En ik probeer de kans te geven naar de club. Inmiddels 3 jaar bij RKC. Voel je ook thuis hier? Jawel. Ik denk als je blijft, is nu mijn 4e seizoen, als je blijft zo lang bij een club, sowieso je bent blij. Nu we zijn zoals een familie. Ik ken bijna iedereen hier, ook in de stad en zo. Dus voor mij is het echt chill om hier te zijn. Nou, 3 seizoenen in het geel-blauw. Wat zijn je doelen die je voor jezelf hebt opgesteld? Ik moet eerst denken step by step. Maar ik probeer om die seizoen goed af te maken. Probeer in de Eredivisie blijven, goed spelen. Ik heb sowieso ambities, maar ik wil ook de kans geven naar de club om de vertrouwen te geven, de kans te geven. Maar ik hoop dat we gaan een goede seizoen spelen, een goede seizoen maken en dan we gaan kijken wat er gebeurt.